Hier blijf jij. Kom op. Hier blijven. Pak hem jongens. Pak hem. Ja, dit is gewoon. Die auto is zo rete sterk, die auto. Dat is niet tegen op te beuken. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering LSPD of Art bij Prior Gaming. Vandaag gaan we lekker weer een dienstje mee in Amersfoort, in Den Dam natuurlijk, maar we noemen het Amersfoort en ik zal jullie zo dadelijk gaan uitleggen hoe en waarom dat kan. We spelen vandaag bij Mikey. Mike, we gaan vanaf het mooie bureau in het noordelijke, rijke gedeelte van Amersfoort, oftewel Den Dam. We zien natuurlijk hier de mooie Touran 2016 staan. Even kijken of we over kunnen steken, dat kunnen we. Het is al wel druk hoor, ik voel meldingen stromen binnen. Maar wij zijn bezig als ministerie van ons met het upgraden van deze mooie e-ambulance. Hier is van Dennis, Gendon, Tubit Gaming, Quadster, verzin het maar, hij heeft allemaal namen. In ieder geval, super tof voertuig en hartstikke top dat we deze mogen editen. Echter. Zit er van alles in. Ik zal eens kijken of ik jullie wat kan laten zien van dit fantastische voertuig. Zullen we even kijken of we de ramen en deuren open krijgen. Oh mijn god. Er zijn nog allemaal dingen die nog niet goed zijn aan het voertuig. Dat is één wat zeker is. Maar we gaan even de camera naar buiten doen. Ja, oké. Dan gaan we kijken of we samen de deuren open kunnen doen. Door control. Ik kan het nooit vinden. Oh, hier. Ja, wel hier. Trunk. Kijk dan. Kijk, moet je gewoon even kijken. Wat zit hierin? Dat dacht ik. Dit is gewoon precies. Het dak valt op mijn hoofd. Visser logo zit erop als ik het zo goed zie. De skin is natuurlijk al magnifiek, zoals je kan doen. Die is natuurlijk allemaal weer verzorgd door het ministerie van Mods. Volg ze even op Facebook. Zoals ik kijk of ik het link hieronder in de beschrijving kan zetten. Dan kan jij ook sneller gebruik maken van dit mooie voertuig. Wat er nog gaat gebeuren aan dit voertuig is dat alles wordt gepimpt zoals het een beetje in het echt is. Althans, dat proberen we natuurlijk te benaderen. En daarbij kan je dezelfde kwaliteit verwachten als bij onze geliefde Touran waar we nu naartoe gaan. Kijk, oh, sorry dat we hier worden aangereden rennen. Goed zo, kijk. We gaan vandaag met de Touran 2016 rijden. En dan de Amersfoortse variant heeft ook een ander kenteken dan de Zeelandse. Je ziet ook geen KB, bladibla, nog wat staan. Ik zal je laten zien wat het verschil is als ik nu mijn zwaailamp aas. Let op. Kijk, zie je wat er gebeurt? Dan zie jij in de lichtbal, ik zie aan de rechterkant voor jullie, boven de bestuurder, zie je een witte lamp meeknipperen. Dat houdt in dat bij deze auto dus anders is. Dat heb ik al eens een keer laten zien, maar voor degenen die het niet weten, hier in Amersfoort rijdt er een Touran rond, die heeft dat. Vandaar dat ik dat erin heb laten bouwen. En ik vind dat echt super tof. Dus gaan we gewoon rijden. Die ambu, daar ga ik binnenkort een dienst mee draaien als die af is. Dus de ELS-file heb ik ook. Dit was gewoon puur even die showcase, maar wat is die mooi, hè. Allemaal één hype in de chat, of hoe je het wil noemen, of een duimpje omhoog voor het ministerie van Mons met de mooie voertuigen. Hartstikke idee. Landlord-tenant dispute. Oké. Okay. Dus klein beetje haast dus, niet veel. Geen privé melding, maar we mogen er wel naartoe. Verderop zou dus een landlord tenant, zoiets geloof ik. Nou, in ieder geval, dat is dus een huishouder of een gebouweigenaar, of in ieder geval een eigenaar van iets die bepaald iets verhuurd heeft. En daar is nu een discussie over. En daar is politie bij gewenst, dus dan gaan we even kijken. We hebben groen nu, die auto die reed maximaal door rood. Die krijgt alleen een kenteken als het op camerabeeld staat. Geen enkel probleem. Kijk, detailed call information is available in your computer plus system. Nou, dat klinkt goed. We rijden overdag hier. Ik heb hem op ochtend gezet. En het weer is ook wat het is. Als het gaat regenen zal ik dat misschien wel uit. Misschien ook niet. Ik laat het gewoon allemaal aanstaan. Dat is geen enkel probleem. En ik hoop in ieder geval niet dat de landlord, dat ze hier elkaar alweer in de haren vliegen. Want dat zou wel even vervelend zijn. Maar hoe komen we daar het snelst? Dus even kijken. Hier dus. Of niet? Ja. Ja, wat we dan even doen is... We zetten even de auto op de stoep hier. Dat is niet anders. Zo. Daar gaan we. Eens even kijken. Wie, wat, waar, waarom en hoe. Eens kijken. Of is het hier? Staan ze hier tussen? Ik sta weer helemaal verkeerd natuurlijk. Maar dat geeft niet. Hoor. Attention all units. Oh. Officers arrived on scene. Ja. Te plaatsen, OC. Hey. Ze zijn gewoon echt aan het schelden, hè? Doe eens even kalm. Hallo.
Jij ook. That's why they call me the Pradesh Punisher. Hé, is dat zo? Heb je een idee uit voor mij, mevrouw? Kay Johnson, eens even kijken, wat kan ik voor u doen? Even kalm mensen, even kalm, even... Heb je tegen mij? Als je dat soort dingen tegen mij zegt, ga je mee, oké? Okay? Kate, laat het duidelijk zijn. Mevrouw, als u nog één keer zulke dingen tegen mij spreekt, dan ben ik genoodzaakt u mee te nemen voor belediging. Zeg maar lekker tegen iemand anders, maar niet tegen mij, ja? Met je blabla. Wat moet je? Go to hell. Curse you and your entire family. Oh my goodness. This is why they call me the Pradesh Punisher. May your family rot in hell. Is committing daylight robbery. Stupid man. Can you explain more? He called out the crappiest contractor he could find to fix my air conditioning. Okay. Doe maar. Curse you and your entire family. Oh mijn god. Die vrouw die blijft maar doorgaan. Ha! I'm sorry officer. Ja, daar heb ik niks aan. May your family rot in hell. Ja. Maar ik word hier een beetje moe van. U gaat niet lopen gillen, ja? Dus u gaat weg. Ik ga u wegsturen. Opzouten. Als u niet luistert, dan ga ik u meenemen, mevrouw. U heeft mij uitgescholden. U blijft hier stampij veroorzaken. Oké. Het is goed. U bent aangehouden. Niet antwoorden verplicht op rechterraad. Als u niet kan betalen, krijgt u er eentje. Nou, het is niet anders, vriend. Maar ze gaat mee. Kom maar. Ik ga dan ook zelf wegbrengen. Dan moeten jullie het zelf maar even oplossen. Maar dit ga ik niet pikken. Kom maar. En u bent trouwens aangehouden voor belediging omdat u mij weer van alles toewenst. En gewoon niet luistert, ja? Dan snappen we dat. Nou, dan lopen we nu dus richting de auto. En dan gaan we mevrouw zo even... Skype is wel druk vandaag rechtsonder. Ik ga dat weer eens uitzetten, denk ik. Gaan we eens even kijken of we dat op het bureau kunnen brengen zonder geluid. Kom maar. Nou. Doe even de rustig of je krijgt er een, ja? Jongen. Ja, dat is mijn probleem niet. Dat is zo van die grap. Kom jij nou weer doen? Het is altijd zo grappig, hè? Die gasten denken dat ze alles zijn. Nou ja, ik rij even naar het bureau, dan zie ik jullie zo. Nou, we zijn bij het bureau. Gaan we mevrouw even naar binnen brengen. Mevrouw wordt volgeleid voor belediging, ambtenarenfunctie en natuurlijk verstoren van de openbare orde. Geen enkel probleem. Rico die gaat het voor mij doen, net die beloofd. Kijk, daar is hij. Ah, die heeft nog niet de juiste uniform, zie ik. Gaan we fixen. Ziet er op zich wel geinig uit. Misschien dat ik dat uniform even pak voor de Zulu-uniform, als ik me net bedenk. Dat... Welkom terug, we zijn nu onderweg naar een... Oh, mensen gaan de kant. Ik moet er even door. We zijn op weg naar een gestolen voertuig. Op het strand zou die gespot zijn. Collega's hebben hem al gespot. Volgens mij zijn die op de fiets of te voet, dus ik heb geen idee. We gaan het meemaken. Suspect last seen in the Spoochie Canal. Oké, waar zijn ze dan? Kunnen we even over het gras heen? Nou, we kunnen niet door het zand heen met de toeran, dat gaat niet. Jammer. Gassen jongens. Even op de toeter geslagen. Is, maar waar rijdt hij dan? Is dat daar of daar? Ik heb geen idee. Daar dus. Hij rijdt alweer weg. Aha, ik word geflasht door mijn eigen spel. Daar gaan we.
Naar links. Graphite Kuruma moeten we hebben. Dit is deze. Target is in the Spoochie Canal. Zo. Aan de kant. Volgens mij zie ik hem. OC, voertuig negeert stopteken, gaat er vandoor. Wat kunnen we hier aan doen? Niet veel, denk ik. Gaan kijken of we zelfstandig zonder hulp aan de kant kunnen krijgen. Meestal rijden we hem klem met heel veel. Ik ga eens kijken of mijn skills goed genoeg zijn om deze achtervolging te stoppen en de verdachte aan te houden. Ik denk namelijk dat ik dat wel kan. En dan gaan we gewoon proberen. Alleen als hij zo hard rijdt natuurlijk niet, want... Stoppen! 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 Uitstap, je bent aangehouden. Blitzy! Speel op zijn gerichtbare achterwege wordt geschoten. Op de grond, liggen! 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 Ik ben aangehouden. Kijk, zie je? Een achtervolging kan ik ook prima zelf stoppen, zo ben ik. OC, één verdachte aangehouden. Zo, de... Jij ook uitstappen. Geen gekke dingen doen. Hey! Wat dat zeggen? Ook op de grond. Ik ben aangehouden, niet antwoordplicht, recht van raadsman. Dat geldt trouwens ook voor jou. Zo. Nou, in ieder geval 2 AT gemaakt, geen probleem. Gaan we er even wat voor regelen, dat ze mee worden genomen voor verhoor. Worden allebei los vervoerd. Boom, die. Dus even kijken wie we vervolgens hebben. Marco Silvo. Niks aan de hand met hem. In ieder geval hebben we dus deze gestolen auto weer teruggehaald. Even kijken. Een playcheck. Even kijken, komt hij wel naar voren als gestolen? Julian Fox. Ja. Stolen, no insurance. Nou, ook dat nog. Ook. Daar is hij. Kom maar. Ik word in ieder geval meegenomen, de sleepauto staat daar. Die staat. Attention all units, we have an assault on a civilian in Little Seoul. In ieder geval, dit is allemaal geregeld dus. Ze zijn mee. Kijk, ze worden ingeladen. Dat ziet er allemaal hartstikke strak uit. Hartstikke mooie bus. Kan je downloaden van teammoa.nl geloof ik. Want die staat niet meer op GTA 5, want anyhow. Nee, wil ook geen patrol theft. Die hebben we al gehad, hè? Suspicious activity, assault. Burglary in progress. Die hebben we al een tijdje niet gehad. Daar gaan we. Oh, we zijn op weg dus naar een inbraak hete daad. Aan de kant! Ik zet er... Zo, nou, dan rijden we gelijk weer een deuk. Ik zet even de sirene aan, omdat ik natuurlijk tegen een blok van auto's aanrijd die niet aan de gang gaan. Dus dat hoort natuurlijk niet voor een inbraak, maar we moeten daar gewoon snel heen. Want er worden dingen gestolen en die moeten we pakken. We gaan over de stoep heen. En daar komen we aan. Boom, baby. Even kijken. Daar zijn we. Moeten naar boven hier of niet? Naar onder. Oh! Aan de kant. We komen eraan. Tuut, tuut. Daar zijn we. Politie. We zijn gearrivé. Eens kijken. Moeten we wachten op collega's? Ja of net? Het is verderop. Het is hier bij deze ingang. Zo, nou we zijn er. Hey, hallo, mevrouw. Koekoek. Even kijken. De mevrouw kwam thuis, vertelt ze aan mij. En toen ze thuis kwam, zag ze dat alles open was. Ik hoorde een ambulance sirene. Oké, ik moet naar binnen. Ik moet ook wachten op mijn maatjes, geen probleem. Wat we dus nu gaan doen is, het zou dus mogelijk een rake inbraak zijn. We gaan even de boel vastzetten, want ze gaat er niemand meer naar buiten. Want ik ga gewoon hier staan en iedereen die verdacht is, die is van mij.
En hè, wat is er met die toeren aan de hand dan? Die is flink gebukt. Holy damn, ouwe. Nou, daar ga ik nog naar kijken. Het boeit niet. We gaan naar binnen. We gaan inbrekers zoeken. Inbrekers, inbrekers. Politie! Politie, zoveel wapens op je gericht, overdrachtwege wordt geschoten. Overdrachtwege wordt geschoten op de grond, jij liggen. Zij kan hier niet op de grond liggen, collega's. Ga liggen. Geef hem maar slaan. Als je niet luistert, pak ik wel even de taser, want dan... heb ik die nog? Ja, die heb ik. Die zit hier dan. Hier. Even liggen, maat. Haha, slaken. Hij heeft een mes, daarom. Blijf liggen! Taser op je gericht. Kijk maar, ga op de grond dan. Kijk, dit is een visuele cirkel, want zij krijgt de tijd niet om te liggen. Zij blijft er maar klappen. Hier, lig jij. Hier, hoppakee, lig jij. Tyrone, hoppatee. Nou is hij dood. Heb jij gedaan? Ja, inderdaad. Oh mijn god. Eens kijken of we een... zo, ik moest mij even uittrekken. Dat was niet normaal. De corner. Kom maar. Als het goed is zijn die... Nou, mevrouw. Hij zit eruit. Laten we het daarop houden. Wat de hel was dat? Nou ja. Kom maar. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Klik, klik. Kijk, ziet hij er wel weer uit als recherche. Hey. Waarom niet? Nou. Oké, pendejo. Daar hebben we hier ook weer wat van. Nou, dat is oké. Meeste melding gaat over. Als we zijn weer status 1. Nou, ik heb niet zoveel met de benzinedief, want dat wordt weer een achtervolging. En ik vind juist andere meldingen wel leuk. Nou, we zijn op weg naar een supermarkt. Daar is iemand aangehouden, die zou hevig in verzet zijn. Het is goed, het zijn er meerdere eenheden die kant op. En we gaan er snel om te kijken of we die personeel kunnen helpen, want diegene zou flink tekeer gaan. Maar snel naar de supermarkt. De hele Albert Heijn of Jumbo zou verbouwd worden. Dus ik ben benieuwd. Nou, daar komen we aan. We zijn in de buurt al. Geen probleem. We hebben een possible 148. Oh. Er zou nu achtervolging zijn. Want degene zou de winkel toch verlaten kunnen hebben op een of andere manier. Daar gaan we. Oh. De... bewaker, die hoort natuurlijk geen vuurwapen, maar ja, dit blijft Amerika. Op de grond, jij liggen. Je aangehouden, op de grond. Op de grond. Op de grond. Op de grond. Goed zo. Nou, ik ga je aanhouden. Als je weer aangehouden, je bent niet altijd verplicht op recht op een raas, maar als je die niet kan betalen, dan krijg je er natuurlijk eentje. Nou. Laten we even ophalen, dan kan ik binnen het verhaal gaan halen. Dan wachten we hier even op mijn collega's. Zo, nou dan staan we hier in ieder geval. Kom maar even hierheen. Kom maar. Goed zo, vriend. Goed zo. Even kalm. Ik mag alleen af waar ze blijven, want het duurt nogal lang. Waar zijn ze? Weet je wat we doen? We zetten hem gewoon achter in mijn auto en dan ga ik wel naar de winkel. Stap jij maar in, Hercules. Daar zijn ze. In de Beloved Police 3, a.k.a. Tour van 2007. Oké. Okay. Nou, dan kunnen wij dus op weg naar die winkel. Dat zou wel fijn zijn. Kijken of we niks raken. Het stoepje. Nou, dan gaan we. Even draaien hier. Zo. Even opbouten met je auto. Oh, verkeerde knop.
Zo. Goed zo. Even weg. Nou, dan gaan we hier naar binnen. Gaan we even gezellig babbelen. Even kijken. Ewa, strijders. Hoe is het? Hé, man. Oké. Okay. 242 euro aan goederen ontnomen. Nou, het verhaal is wel rond, dus meneer, gaan we inboeken voor winkeldiensten. Dankjewel. Heeft u al toevallig een formulier ingevuld voor een winkelverbod of andere dingen? Oké, ja, dan gaat u even pakken. Is goed, dankjewel. We gaan even een peukje roken, denk ik. Nou, dan kunnen wij weer op 1. Daar gaan we weer. Textile City. Collega heeft assistentie nodig. Geen idee wat er aan de hand is. Maar daarvoor rijden we natuurlijk alle de straatstenen eruit. Collega's die heel behoevend zijn. Dat is de meest spannende melding die er is natuurlijk. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren daar. Zijn nu die kant op. Aanrijdend 2202. Aanrijdend richting collega. Komen nu zo in de straat aan. Oh. Boom baby. Nee, niet netjes. Ik dacht dat hij aan het vechten was, maar dit is hij niet. Dus we zetten hem even beter weg. Dan draai je gewoon op deze straat. Zo. Ik weet alleen niet wat er met deze auto aan de hand is. Het zal wel een livery probleem zijn of zo. Maar volgens mij de police 4 slot, maar dat weet ik niet zeker. Maar dan ga ik even vragen aan het team. En dan zullen ze het zien. Ik zal er ook gelijk even een printscreen van maken. Zo 1, 2. Boom! Dan kunnen ze het zien. We gaan praten. Oké. Dat is dus alles. Ik denk dat er heel wat aan de hand is en dan blijkt dus niet. Even babbelen. Ik heb 20 keer aan. Gaat hij er vandoor of niet? Guten Tag, how are things with you? Haha, guten Tag. Ja, daar gaan we. We have a possible 148 and textile city. Achtervolging. Oh, niet hard over de kruisingen. Gaan we meneer aanhouden. Kijk, hij rijdt hier natuurlijk voor ons. Hij heeft wel een hele grote auto. Hij rijdt bijna iemand aan. Levensgevaarlijk deze gek. Wat gaan we doen? We gaan hem klem zetten. Dit is hier weer aangehouden. Instappen, kom op Mike. Gassen! Daar gaan we. Voertuig heeft ons geramd. Ja, voertuig heeft ons geramd. Luister, backup in ieder geval. Blijven stilstaan. Dan weet ik het probleem. Ik moet even wat fixen. Het is heel snel. Hier. Dat moeten we hebben. Dan gaan we snel weer in de achtervolging. En dan hebben we assistentie. Mijn sirene kan wel uit. De verdachte is hier. Hij staat hier te klooien. Kunnen we hem klem zetten? Oh, het voertuig heeft mij geramd. Zo. Kijk hem gaan. Kijken of we hem hier kunnen afsnijden. Nee. Voertuig ramt mij weer. Hier blijf jij. Kom op. Hier blijven. Pak hem jongens. Pak hem. Ja, dit is gewoon. Die auto is zo rete sterk die auto. Dat is niet tegen op te beuken. Nou, daar gaan we.
Zo, een ongeluk. Dat is natuurlijk compleet niet volgens het boekje. Pak hem. Oh, hij kan er weer vandoor. Wat de hel, pak hem. Je moet natuurlijk uitkijken voor de veiligheid van de mensen. Goed, hij ramt mij weer. Het enige wat ik kan doen is bijsturen en zorgen dat hij remt. Assistentie alsjeblieft. Haartje erbij. Pak hem, goed zo. Verdachte aangehouden, OC. Zo, dan kunnen we uitstappen. Auto is geblokkeerd. Even kijken, wapen kan weg. Dit kan uit. Moeten we zo snel mogelijk de weg ook weer vrij krijgen. Maar het is ook maar één auto, zie je dat? Er is maar één die gekleurd is, de rest is allemaal goed. Dat is raar. Oh, wat gebeurt er? Holy damn! Wat gebeurt hier? Ik ga weg. Oh shit. Ik ga hier weg. Ik moet hier weg. What the fuck was dat zeg? Mijn god. Alright, wat we even gaan doen? Let op. Ik ga nu wat doen en dat is natuurlijk... Ja, Long Lincoln 18. Helemaal goed. Ja, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken van deze episode. Als je het leuk vindt, doe even blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, volg me op social media. Volg me op Facebook, Twitter, Instagram. De hele Santa Kraan in ieder geval. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken. Tot morgen weer een nieuwe video. Later.